Hallo, mijn naam is Bas van der Lans van WordPress Leren. Ik ga je heel kort uitleggen wat FTP betekent. FTP is een protocol om bestanden naar jouw webserver toe te transformeren. Misschien klinkt dat een beetje eng. Ik zal heel kort laten zien wat het is en hoe het werkt. Je neemt bijvoorbeeld een hostingpakket. Ik neem nu even Your Hosting als voorbeeld, omdat die net als de meeste providers met FTP werken. De manier om bestanden op jouw webserver te zetten. Je hebt een domeinnaam, dus bijvoorbeeld wpleren.nl. En je hebt webruimte, ruimte waar de domeinnaam naartoe verwijst. Die wordt ook wel webhosting genoemd. Dus wat je vaak hebt als je, of wat je hebt als je begint met een website, heb je webhosting nodig en een domeinnaam. wpleren.nl is bijvoorbeeld in dit geval de domeinnaam. En de webhosting, ja, die draait dan bij Your Hosting, want daar ben ik toevallig fan van. Maar zo heb je heel veel van dit soort bedrijven. Hosting en hoe, je kan dus naar wpleren.nl gaan om te zien wat er op de webruimte staat. Maar er moet ook een manier zijn om de bestanden daarop te zetten, op jouw webruimte. Daarvoor werkt bijna elk hostingbedrijf met FTP. FTP, daar heb je misschien wel gehoord. Daarom heb je deze handleiding gevonden. Staat voor File Transfer Protocol. Kijk niet hierheen, want dit maakt je misschien heel erg bang. Allemaal protocollen zijn dit. FTP, je hebt HTTP. Het is het Hypertext Transfer Protocol. Dus dat is hoe de browser, dat is wat we hier Google Chrome hebben, bestanden download. Hypertext Transfer Protocol, hypertext, dat is tekst met meer dan alleen tekst, zoals links of plaatjes. En nu kijken we naar het FTP, het File Transfer Protocol. Dus we gaan als testcase gaan even een plaatje, en ik zal het even op mijn rommelige bureaublad laten zien. Ik heb hier cat staan. Cat is een plaatje van een kat, ket.png. Ik wou dat dit mijn lieve huisdiertje was. Ik weet niet of hij lief is, en het is zeker niet mijn huisdier, maar cat is leuk. We gaan cat op wpleren.nl zetten. Ik ga laten zien hoe het werkt. We hebben daarvoor nodig de software. Bijvoorbeeld FileZilla. Dat is een gratis programmaatje. Je hebt, zoals je je browser hebt voor het bekijken van het web, heb je een FTP-programma voor het, het uploaden naar het web, naar jouw webruimte. Als ik hier zoek naar FileZilla, dan zie je hier het programma, de Free FTP Solution. Die kan je downloaden en dat heb ik al gedaan, dus dan zie je dat het er als volgt uitziet. Dit is een FTP-programma. Het lijkt een beetje op de oude Windows-verkenner die je misschien een keer gezien hebt. Aan de linkerkant zie ik mijn eigen computer. Aan de rechterkant zie ik zometeen de webruimte. Van jouw hosting provider, bijvoorbeeld Your Hosting, maar dat kan elk ander zijn, krijg je een drietal gegevens. Namelijk een host, dus het is bijvoorbeeld FTP. En dan jouw domeinnaam. Bij WordPress, bij Your Hosting is het gewoon de domeinnaam, wpleren.nl. Dan krijg je een gebruikersnaam, in mijn geval was Bas van de. En dan krijg je een password. Ja, dat is bij mij, bestaat die ook uit een aantal tekentjes. Deze heb je allemaal per mail gekregen als het goed is. Poort hoef je niet in te vullen. Mag je wel invullen als 22 of 21. Staat hier ook de default voor FTP is 21, 22 voor de beveiligde verbinding. In dit geval gebruiken we 21. Ik zeg Quick Connect. En we zien hier aan de rechterkant de bestanden van mijn webruimte. Dus als ik hier een bestand neerzet, we zien hier links mijn desktop met cat. Als ik hier aan de rechterkant bestanden neerzet, dan komen ze op het internet terug. Stel ik hier Public HTML, in dit geval heet de map zo. Alles wat ik in Public HTML zet, komt rechtstreeks op wpleren.nl. Als ik hier in Public HTML, hier staan al bestanden, dit is dan toevallig zijn dit de bestanden van WordPress. Als ik cat.png hier neerzet, dus we zien hem hier, daar ging hij, vloep. Nu zou dus in wpleren.nl cat zichtbaar moeten zijn. Hoe test ik dat nou? Ik ga naar wpleren.nl/ket.png en daar staat hij. Ons cat is onderdeel van het internet. Cat, wel te verstaan. Dus ik heb via het FTP-programma FileZilla, wat ik gratis gedownload heb, heb ik verbinding gemaakt met mijn webruimte. Ik heb het mapje opgezocht, public HTML, en ik heb mijn plaatje cat heb ik daarheen gesleept in de public HTML. Die staat hier nu tussen en hier kan ik hem dan terugvinden. Cat. Tot zover FTP.